Of je nu aan een project werkt, in een voetbalteam speelt of een bijbaan hebt, je werkt altijd samen met anderen. Daarom is samenwerken heel belangrijk. Het bereiken van gemeenschappelijke doelen, het uitspreken van verwachtingen, het maken van duidelijke afspraken, het aangeven van wat je kan en wil doen en elkaar helpen staat centraal. Samenwerken is niet alleen goed tijdens je studie, maar ook in de rest van je leven. Samen bereik je meer dan alleen. Wanneer je samenwerkt, gebruik je de beste eigenschappen van iedereen in de groep en dat geeft je de mogelijkheid om van elkaar te leren. Maar als het misgaat, kan het leiden tot stress, conflicten en minder goede resultaten. Begin met een plan en bepaal wat je samen wil bereiken. Bepaal de kwaliteiten binnen het team die nodig zijn om dit doel te bereiken. Je moet elkaar wel leren kennen om dit te doen, want iedereen heeft unieke talenten. De een is misschien goed in het zien van de grote lijnen, terwijl de ander juist heel goed naar de details kijkt. En terwijl de een graag de leiding neemt, is de ander sterk in het rustig uitpluizen van zaken. Maak vervolgens duidelijke afspraken over wie wat doet en wanneer. Wat je van elkaar verwacht en wanneer je weer bij elkaar komt. En bespreek regelmatig de voortgang. Het kan gebeuren dat iemand zich niet aan de afspraken houdt. Spreek die persoon dan op een positieve manier aan. Geef en ontvang feedback van elkaar. Hier leer je niet alleen van, maar het maakt het vieren van successen alleen maar leuker. Wil jij ook beter leren samenwerken? Klik hier.